dank je, dank je. We zitten nu in de auto, nog een uurtje terugrijden en dan zijn we weer in Nederland. Ik vroeg me af, hoe is het zo gekomen? Want natuurlijk, mensen vallen erover dat je in Utopia nog met Merel was. En nu heb je inmiddels een nieuwe liefde. Ja, klopt, klopt. Ja, we hebben elkaar natuurlijk in Utopia ontmoet. Toen uiteindelijk mocht zij niet meer komen. En buiten een paar weken geleden of zo, toen was het al klaar met Merel. Eventjes, ik denk een kleine week ongeveer voordat Merel het bericht naar buiten bracht dat het klaar was tussen ons. Ja, en sinds kort inderdaad gaan wij met elkaar. Ja. Ja. Ah, dus je kende haar daarvoor ook al, voor Merel? Ja, tijdens Utopia, ja. Ja, het was wel al wat langer uit. Ja, mensen vallen erover, omdat toen het uit is gegaan, is het ook niet gelijk online gekomen. Het is niet dat het klaar was tussen Merel en mij en dat we op dezelfde dag in één keer een bericht online hebben gezet. Van, het is sinds vandaag klaar. Dat was een weekje later. Dus het lijkt allemaal heel snel en het is ook heel erg snel. Maar ja, waarom moet je heel lang gaan wachten met iets wat goed voelt? En ja, de beste manier om erachter te komen of iets goed is, is toch samen naar het buitenland gaan. En wat vind je van de reacties? Want het is toch wel nogal fel op social media dat er wordt gereageerd. Ja, er wordt, maar ook heel veel positieve reacties. Hè. Kijk, er zijn er een paar die, kijk, de hartjes en de mensen, al wat leuk, veel geluk samen, jullie zijn leuk samen. Daar scroll je altijd heel snel voorbij. Alleen op het moment dat je die hele, ja, best wel heftige reacties ziet. En met name de je hebt Merel misbruikt. Ja, dat zijn mensen die, ik kan ook niet anders dan die blokkeren en verwijderen. Kijk, in principe is iedereen natuurlijk vrij om te zeggen wat hij wil. Maar misbruikt, dat vind ik wel, ja, ik weet niet, ik vind het wel een heftige woordkeuze. Ja. Ja, en voor de rest leek het mij in ieder geval gewoon belangrijk om voor de trouwe fans die me wel gewoon blij en gelukkig willen zien. En dat zie je ook aan de reacties, om het toch met ze te delen. En binnenkort zal ze nog wel vaker te zien zijn, of tenminste zijn we ze vaker samen te zien. Bijvoorbeeld in een nieuwe clip waar ik mee bezig ben. Dus het leek me wel leuk om alvast in ieder geval een paar foto's online te zetten. Kijk, nou, ik heb hier iets voor je. Ik heb hier 3 enveloppen. Mijn god. Maar je krijgt er nu 1. Dat is een envelop. 1 van de 3. Mag ik kijken? Ja. Ja, kom maar kijken. Heb je envelop gekocht? Hey. Je ook kijken? Ja. Wat is het? Oh, dus dit doe jij op je vrije dag. Wat is het dan? Een rebus. Laat ik een look of zien. Nou, dit vind ik echt moeilijk. Zo vind ik het. Wij, denk ik, gaan dit weekend naar Parijs. Ja. Echt? Ja. Nou, echt waar. Ah, yes!